Ja, maar mijn auto ligt hier. Er zijn spoken hier. Ja, dat is wel heel leuk, maar... kunnen er gewoon echt serieus niet meer uit. Ja, heb jij zin in een sappig feestje, jongen? Nee. Dankjewel voor je inbreng vandaag. We gaan samen met deze vrouw gaan we helemaal leuk doen, hoor. Gents op mijn keyboardmuziek. Oh, sorry. Doe je nou, man? Sorry. Wat gebeurde er? Ik heb een flesje kapot gemaakt. Feestje ruined. Ja. Geen bier meer. Oh, er hangt hier een bierflesje. Er zweeft hier een bierflesje. Ik kan erop klimmen volgens mij. Oh, wat is hij aan het doen? Wat doet hij, man? Hij duwt me. Je moet blijven. Oh nee, ze rent ook echt gewoon weg. Heb je er neergehaald? Ja, dit is haar thuis. Ze is neer. Ze is dood. Maar nu moeten ze allemaal weg. Nu moeten ze allemaal blijven. Oh, ik duw ze gewoon even om. Ja, wat doe je nou? Wat? Ja, het feestje is over, Joost. Het feestje... Er is nog één vrouwtje te dansen. Kijk. Nu is ze ook bang. Dat komt door jou. Kopstoot. Je gaf een kopstoot. Ik gaf een vette kopstoot. Holy shit. What the fuck? Wat de hel was dat? Dat heb ik nog nooit gezien. Wow. Ja, we zijn de vreselijkste podcastjes ooit. We hebben iedereen gewoon compleet neergehaald. Ik ga er vandoor. Ja, ik ga er ook wel. Ik ga er ook wel gewoon... Dit moet hier wegwezen. Ik ga eventjes de bergje op, hoor. Politie. Niet leuk dat we party crashen. Ik ga voor de ramp. Gaan we doen de ramp? Ik zie het als een ramp. Doei. Hoi. Ik ga keihard op mijn dakkie. Gaan we op de weg gaan landen? We landen niet op de weg. Maakt niet Hallo. Uit. Hallo. Taal niet onder controle. Op mijn dakkie, het spijt me. Ik heb een nieuwe paint job. Het heet Kras. Ja, je betaalt er 2 mil voor, maar dan is het ook wel aardig. Dan heb je ook wel wat. 2 mil? Nou, het zien? Mooi. Dakkie is vooral mooi. Ja, die is inderdaad wel mooi. Gecombineerd met gebroken ruiten is het een hele mooie paint job. Gebroken ruit? Ja, dat is ook een nieuwe soort unlockable. Oké. We gaan echt iets spannends doen, Joost. Ja. Dan ga je over 10 dagen nog rillingen over je rug van krijgen. 10 dagen? Oké, ik ben er nu echt klaar voor. Holy shit. Oh. We zijn er. Is dit het? Het is een enge spookmineshaft. Een enge spookmineshaft. Het is een spookmineshaft. Maar we hebben een deskundige nodig die hier wat meer over kan vertellen. Ah, heren, jullie komen bij het juiste adres. Welkom bij de mineshaft. Dit is mijn domein. Dit is allemaal gemaakt door mijn grote over. Over. Grootmoeder. Over? Mijn zuster. Over? Of onder? De overheen. De op. De achter toch? De achter. De aan. Dus de aan de zij? De onder. De overheen. Wacht, erin. Oh! Ja, ja, ja. Oh, jij snapt dan. Hey. Oké. Ik mag jou nu al. Dit is hier heel gevaarlijk. Want ze zeggen dat het hier spookt. Ik zie wel dat er sterke spoken zijn, want ze hebben hier wel wat gewicht lopen heffen. Ja, inderdaad. Heb jij de lekkere deadlifts gedaan? Gewoon lekker hoor. Die spierballen van mij. Hop, je kan hem wegrollen. Sterke mannen. Jullie zijn worth it. Jullie kunnen het geweldige ding bewegen. Dus dan mogen jullie naar binnen. Het werkt hetzelfde als met Excalibur, dat we het zwaard uit de steen kunnen trekken. Maar dit kunnen we nu de gewichten bewegen. Jongens, horen jullie dat? Wat horen we? De geesten, ze roepen ons. Wacht, kijk naar de deur. Wat gebeurt er? Oeh. Dat is best een spooky, holy shit. Het is nog nooit gebeurd. Het komt omdat we het gewicht bewogen hebben, oh nee. Wat hebben jullie gedaan? De spoken denken, je steelt onze deadlift. Give it back. Ze zijn boos. Jongens, ik heb een lampje. Yo, we doen het wel ouderwets, Joost. Maar... Kom hier, kom omdat jij het bent. Nu hoor je echt bij de nare mannen. Sorry, hier net door. Ouderwets. Jullie volgen mij, oké? Ik heb een lampje. Vertel jij ondertussen wat we allemaal kunnen zien hier. Oké. Loop wel langzaam. Goed. Aan de linkerkant zit hier nog zo'n prachtig mooi ding dat u kan opheffen. Gewicht. Aan de rechterkant zit hier een barrel. Ik zie echt bijna niks. Sorry. Goed, ik zal... Ik schijn even bij. Wat een afspraak. Ja, maar anders is het zo donker. We hebben afspraken hier gemaakt. We gaan er zo nog wel een keer doorheen, maar dan op jouw manier, meneer. Ik ben bang voor vleermuizen. We zijn geen vleermuizen hier. Niet? Er zijn hier alleen vampieren, dus dat maakt niet uit. In ieder geval, dit was van mijn overgrootvader. Over? Dus hij was van hem. En weet je wat hij altijd hier vond? Beste porno sites. Oh, yeah.
Ik snap waarom jij zei dat ik nog 10 dagen lang de kriebels krijg van deze plek. Ja. Heet dit toevallig het oude mineshaft? Klopt. Het oude mineshaft. Hebben jullie de brochure gelezen? Ja. Prachtig. Waarom denk je dat we hier zijn, godverdomme? In ieder geval, het is hier dus legende dat hier de beste pornobladen liggen. Oh, wauw. Maar nog niemand is hier levend uitgekomen zonder ze mee te nemen. Misschien zijn ze daar wel de laatste keer gaan fappen en toen zijn ze gestorven. Wie weet. Wauw. Oh, daarom stond er danger op de voorkant. Precies. Ah, lang geleden leefden hier 4 naties in vrede samen. Oké, stop. De belangrijkste beslissing. Links of rechts? Omdat Link de begeleider is, gaan we links. Ja, maar dat is echt, me echt een slecht gevoel. Gaan we naar links. Jongens, ik ben er wel een beetje bang hoor. Die vleermuizen heb. Kriebeltjes hoor. Kriebel. Wacht. Blijf staan. Oké, ik heb hem. Was een spin. Oh. Dankjewel. Oh shit. Gevaarlijk spinnetje wel, of niet? Ja, dat was gewoon een kruisspin. Wat mee. Oké, okay, jongens. Nog een beslissing. Links of rechts? Ik zie rechts een gewicht liggen. Oh, we gaan hierheen, daar moeten ze zijn. Daar moeten de mannen zijn, de massa mannen. Misschien ligt hier wel de schat. Linkpike, kunnen jullie erheen? Laat me eventjes goed kijken. Dit is altijd bij mij, vroeger, zei ze altijd van, pak je teddybeer maar. En dan loop ik er zo heen van, ik ga mijn teddybeer pakken. En dan ineens gaat de deur open. Maar nu zijn we dus alleen, want onze man heeft zijn teddybeer gevonden. Oh, godverdomme. Wat moeten we nu doen? Ja, geen regels meer, hè? Oh. Oh. Oké. Oké, hier kan ik echt niet heen. Gegroet! Ah! Oh my god, ik schrok echt. Je hebt gekozen voor rechts en dat was een goede keuze. Hallo. Nu ben ik teruggekeerd, hallo. 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 Vond je het een leuke jumpscare? Ja, ik schrok serieus. We kunnen nu niet meer verder, we moeten weer teruglopen. Ik zie het, nou, laten we teruggaan. We zijn weer bij de spitsing gekomen. We moeten naar links, hè? Nee, we moeten naar rechts. Nee, maar nee, links zijn we nog niet geweest. Daar komen we... Wat? We gingen juist aan. Fuck you, man. We gaan deze kant op. Misschien kunnen we meer deadlifts bars vinden. Spookies. Ja, want dat is volgens de legende. De spookies die liften. En als wij deadliften volgen, dan komen we ook de spooken te zien. Goed gezegd, man. Dank je. We hebben een splitsing. We kunnen hier naar links. Holy gaan shit, naar links. Dit ziet er echt heel eng uit. Echt? Ja, kom, kijk, naar links. Kijk, het is echt gewoon een zwart gat. Zet een lampje uit, Joost. Nee, dat is fucking eng. Zet een lampje uit. Oh man. Ik schijn wel. Schijn jij? Het is gewoon tering donker. Oh, we zijn weer bij een doodlopend stuk. Oh, dit is een doodlopend stukje. Wat zeggen ze over doodlopende stukjes? You salute it. Zo zie je de schaduw. Ja. Hoi. Oké. Dat malse mannetje. Jij bent echt een spokenjager dus. Ik merk het wel. Ik ben een echt spokenjager. Kom terug. Wat? Kom. Oh. Wat heb je gedaan? Wat de hel is dat? Ik heb iemands auto opgeblazen en nu kunnen we er niet meer uit. Waarom heb je iemands auto opgeblazen? Ja, ja man! We kunnen er niet meer uit! Dit is jouw schuld! En dat was mijn auto! Hoe komt die hier? Sorry, spoken. Het kost tering veel geld. Ja, maar mijn auto ligt hier. Er zijn spoken hier. Ja, dat is wel heel leuk, maar we kunnen er gewoon echt serieus niet meer uit. Hij blijft gewoon liggen. Blijft echt gewoon liggen. Ja. Keer daar in jouw terrein. Nee. Ja. Malse man. Pak lekker dat zelf een auto. Oh! Stond je daar nog? Oh man, nu ben ik helemaal alleen. Ik zag het niet. Oh jee, ik kan er langs, Jer. Zit dat ding nou dicht? Help. Zit dat ding dicht? Ja. Help! Hallo? Hey! Hey! Hallo! Hij heeft het weer dicht gedaan, ja, mannetje. Spooky hier hoor. Ik ben een wacht beetje bang. Even. Hey, als jij heel even wacht, jij? Ik? Wacht heel even, oké. Ja, ik wacht wel even. Ik wacht eventjes op mevrouw. Hallo? Kom eens, kun je dit alsjeblieft even voorlezen? Oké. This property is closed to the public. Dus waarom zit jij erachter dan? Ja. Ik heb mijn maatjes, die gingen op spookavontuur, maar ze zijn allemaal dood gegaan door een random spook. Wacht. Ik ben de enige die nog leeft. Geloof hem niet. Helemaal niet. Ik heb toch een flashlight, ik zit net aan te kijken of ik niet achterna gezeten word. Help, haal me eruit. Geloof hem niet. Het is een spook. Haal me eruit! Oh, sorry, deed dat nou? Ja. Zie je, hij viel om. Hij is een spook. Ze bloeden. Maar er staat, this property is closed to the public. Ja, maar dat betekent nog wel dat ik eruit mag, toch? Nee, maar je mocht er nooit in. Daarom heeft de tour mevrouw het hockey weer dicht gedaan. Betekent dit dat ik dan de rest van mijn leven hier moet blijven? Oh, hey, dankjewel. Huh?
What the fuck? Huh? Wat? Hoe ben je eruit? Sid, je hebt de deur weggehaald. Kijk. Huh? Helemaal niet! Jawel. Je klitste zo hard doorheen houden! Nee, je hebt de deur weggehaald! Hij is dicht, jongen! Hij is open. Ik ga even naar binnen. Ja, zie je? What the fuck? Wij zijn de geesten! Je liep er gewoon keihard doorheen, hé! Wow! Hoor je dat ook, Link? Die plank zijn een glitch op de grond. Hopelijk word ik zo meteen gelanceerd ofzo, dat zou grappig zijn. Oh! Dat is niet wat ik bedoelde! Not at all! Jezus! Mevrouw, waarom bent u zo boos? En waarom is iedereen zo boos? Is het mijn auto?